Nou, dames en heren, u ziet het, de Oranjebus. Hij wordt weer spik en span gemaakt. Vanavond vertrekken de heren weer om morgen de voetbalwedstrijd mee te maken. Het laatste boenklusje. Het laatste boenklusje. De vooruit is altijd belangrijk. Ja, het zicht. Het zicht. Hoe laat vertrekken jullie vandaag? Om 6:30. 6:30. Ja. We richten in Freiburg. Freiburg, oké. En morgen is de wedstrijd, hè? Morgenavond is de wedstrijd. En hoe lang blijven jullie daar? We komen donderdagavond, dat is goed, is we weer terug. We vertrekken woensdag morgen weer richting Holland. Ja, ja. Hopelijk met een hele mooie wedstrijd in het achterhoofd. Ja. Nou, u ziet het, mensen. De eerste heren zijn al aanwezig. Goedenavond, nieuws uit Berkeland. Dag. Ja, goedenavond. Jullie zijn er klaar voor? We zijn er bijna klaar voor. Bijna klaar voor. We wachten op de laatste paar mensen, maar dan gaan we zo meteen vertrekken. Ja. En dit is de eerste keer dit jaar dat jullie de bus weer aanslingeren, hè? Ja. Ja, dit jaar. Ja, we hebben wel een paar korte ritjes gemaakt, maar dan van andere doellijnen, wat liefdadigheidsdingen. Maar nu gaan we hem echt weer gebruiken waar hij voor bedoeld was, voor oranje voetbal. Ja, vorig jaar in Schotland veel schade opgelopen. Veel schade opgelopen, ja. Ja. Gestrand zelfs. Afgesleept. Afgesleept. Ja. Gerepatrieerd, bijgerepatrieerd. Terugweg heeft hij nog schade opgelopen met het repatriëren. En nu flink geïnvesteerd? Flink geïnvesteerd, zelf de verzekering het. Eigenlijk de hoofdsom betaald. Ja. En daarnaast hebben wij toen die motor eruit was gelijk gezegd van ja, slangen maar gelijk vervangen. Nog een aantal dingen waar je dan makkelijk bij kunt gelijk maar vervangen. Schokdempers vervangen rondom. Ja. Dus en dus moet er helemaal tegen kunnen. Nou. Helemaal tegen. En jullie tot 11 uur, 12 uur rijden jullie vanavond of niet? Ja, zo de planning was 11:30, hebben we op papier staan tenminste. Ja. En dan maar kijken hoe dat loopt, waar we een beetje een mooie rastert hebben, daar overnachten we. Overnachten in de bus. Maar we hebben wel graag een beetje een safe plek om te staan. Dus. Ja. En dan morgen vroeg weer verder rijden? Ja, en dan morgen vroeg het laatste stukje naar Freiburg. En dan een beetje bier drinken, voetballen kijken en donderdag weer terug. Ja, het is een vriendschappelijke wedstrijd, hè? Ja, het gaat nergens om. Nee. Nou ja, het is toch wel even kijken waar we staan, hè? Ja, nou, ja. Niet echt. Niet echt, nee? Robert doet niet mee. Oké. Okay. En Snijder niet. En van Bommel ook. Die komen donderdag pas. Donderdag, oké. Blaas geblesseerd. Ja. Dus weer een heel spektakel. Heel Eibergen mag weer weten dat de bus weer aan het rijden is. Ja, maar als ze dan blij zijn en we weg zijn, dat weet ik niet. Nee. Misschien hangen ze de vlag wel uit. Ja, misschien wel. Goed, succes. Dankjewel. Kerel. Kunnen we niet allemaal halen? Ja, mijn nog gaat er aan de kop. Ja, maar dan mogen ik kan er nog niet mee komen, maar er zit een plak op, dus ik kan er nog niet voor de kop op. Nee, dat is goed. Heren, geen ruzie maken, hè? Nee. Dat kennen we niet. Hier, hier slapen jullie? Ja. Ja. Een stapel bed? Dan moet je hier. De foto moet je ook nemen. Een foto moet ik nemen, maar dat is even een foto. Oké. Okay. Familie vol aan. Ja, de familie gaat ook mee, hè? Ja. Die reizen ook mee. Ja. Hier slapen wij. Ja. De rotzooi is hem de bierpark. Met helm. Zelfs een boek gemaakt over de schade? Nou ja, niet de schade, de hele trip. Oh, de hele trip, dus, de hele trip Schotland, dat was natuurlijk de laatste kwalificatiewedstrijd. Ja. Dan hebben die schade opgelopen. Dat is natuurlijk, ja, dat is ook vastgelegd en dat staat nu ook in het boek natuurlijk. Ja. En ook zeg maar de reparatie. De reparatie. Kijk, we hebben nou een groene motor, zie je dat? Maar die damp nog net zo hard. Ja. Nee, die damp een stuk minder. Nou, ik heb je weg zien rijden vorige week of twee terug. Ik denk, nou. Nee, maar hij is er weer. Kijk, daar komen de slaapspullen aan. Daar komen de slaapspullen aan, ja. Al helemaal slapen, dus ik hoef alleen maar. Kijk. Je hoeft alleen maar te pakken. Hier zit de vlag van Schotland op. Een middenstip op de bus? Ja, nee, maar heel voetbalveld. Heel voetbalveld. Met de vlaggen erop in de hoeken. Ja, en het doelgebied en de doeltjes. Er staan ook doeltjes op. Er staan ook kleine doeltjes op. Ja.